Oké, we gaan nog een keer. Kampioen, mannen. Ja, Hamdi, je hebt zojuist je eerste profcontract getekend. Mooi gevoel, denk ik. Ja, zeker. Ik ben er dankbaar voor. Ik heb hard voor gewerkt. Veel steun gekregen van familie, vrienden. Ja, teamgenoten ook, trainers en zo. Wat voor contract heb je getekend? Ik heb een 3-jarig contract getekend. Ja, nog een keer. Kijk eens. Ja, super. Kun je uitleggen, wat voor soort voetballer ben je? Een verdediger, een middenvelder, harde tackelaar. Ik kan ook goed mee voetballen. Ik ben een teamspeler. Je zit nu bij onder 19 nog. Hoe zien jouw plannen eruit voor volgend jaar? Is er al iets over bekend? Ik hoop zo snel mogelijk aan te sluiten bij het eerste. En hier mijn dingen te mogen kunnen doen. Ja, en dan mag je hem omdraaien. Dus je... Ja, ook deze zomer zit je bij Nigeria. Wanneer moet je daarheen? Ik vertrek dit weekend al. Ik hoop daar ook mooie dingen te kunnen doen. Wat houdt dat precies in? Ik ga eerst daar naartoe voor het trainingskamp en dan als alles goed gaat naar het WK, onder 20. Onder 20, ja, dat is ook wel heel bijzonder, hè? Ja, zeker, is mooi om mee te maken. Volgend jaar bij de voorbereiding bij het eerste, daar gaan we jou dus in actie zien. Ja, ik zal mijn best doen sowieso.